Hallo YouTube, ik ben het Floshke Place Clash of Clans en hier ben ik weer. En ik heb het klankkasteel, dus ik kan beginnen met eindelijk goede aanvallen te laten zien. En ik begin met een aanval van Arnatan. Hij ging voor de 50% en dat is alles wat ik er nog op te zeggen heb. Hij begon met de Barbarenkoning eruit te halen. En voor de rest laat ik de aanval lopen. En zeg ik er tussendoor niks. Tot zo. Oké, hier ben ik weer en zijn troepen zijn bijna op. Hij weet niet wat hij moet doen, maar toch, hij pakt zijn klankkasteel. Hij probeert de laatste procenten. Nog 7% moet hij. Zal het hem lukken met zijn klantroepen? Ja, waarschijnlijk wel. En ja hoor, daar is de 50%. Precies, dat was Arnatan. En nu ga ik verder met Kill Bill. Dus als jij ook een aanval wilt delen, kom dan in de clan. Je moet wel goed genoeg zijn. Voldoen aan de voorwaarden. En dit is Kill Bill. Hij ging voor het goud. Ik laat deze ook weer gaan en veel kijkplezier. Tot zo.
En dit was Kill Bill zijn aanval voor het gat. Kijken even of dat er nog eentje is. En ja, Mace heeft een aanval en die ging voor de buit en de trofeeën. Wow, dat was een goede aanval van Mees. Ik denk dat dit de laatste is. Ja? Van Matje. Dit is een verdediging van Matje. Oké, ik laat deze ook weer gaan. Tot zo. Wow, dat was echt een heel mooi geüpgrade status level 8 base. Proficiat matje. Zo, jullie zien nog, hij zat nog in een andere clan toen hij hier kwam. Maar dit was het dan alweer voor deze. Heel even kijken. Ja, hier was ik. Ik zat intussen ook nog wat te chatten met mijn eigen account. Zo, jullie zien. We doneren heel graag. Join vanaf boog 4 en level 50. Dat is alles zolang. Ja. Kijk of dat ik er zelf nog een kan delen misschien. Ja, ik ga er zelf ook nog een delen. En dat is dan de laatste voor vandaag. Dit is Wraak. Die is kristal 1. Je gelooft of niet. Hier probeerde ik dus de barbarenkoning eruit te krijgen. En gunstelingen zijn daar heel handig voor, want de barbarenkoning kan die niks doen. En voor de rest laat ik de video gaan. Ja. Tot zo. Thank you.
Oh, en hier, dus hier heb ik een verkeerde spreuk gegooid. Een bliksemspreuk in plaats van een woedespreuk. Het was elixierverspilling, maar door de plunderbonus kon ik hem terugbetalen. En daar was de 100% in een wraak. En dat leverde me 49 pekers op. Ja, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Echt waar, mijn hele clan. Bedankt om me zo hard te steunen. Anders was dit nooit gelukt, zo'n leuke, gezellige clan. 5 abonnees op 1 dag is ook redelijk goed voor een beginnend kanaal. Ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.